topsport is een aaneenreiging van teleurstellingen met z'n uur dan hoogtepunt. Ja, ik was helemaal klaar voor om hier te schitteren, maar een valpartij vroet in het eten gegooid. Ik kwam niet helemaal goed uit en ik ging onderuit, alleen daarbij raakte ik met mijn elleboog mijn rib en die brak ik, bleek later. Ja, het schaatsen ging echt heel lekker, bijna beter dan ooit, het klinkt dan weer zo, maar het voelt wel heel erg goed. Ja, nu ben ik net een overijverige hond die nog even in zijn hok moet blijven. Ja, je probeert het zo rustig en cool mogelijk op te pakken. Dat werkt meestal het best. Alleen ik heb wel momenten dat ik even op de bank lig en dat er helemaal niks meer uitkomt. En dat ik gewoon alleen maar even heel verdrietig ben. Hey. Hoe is het? Ja. Dat vermoeden had ik al. Dat weet ik niet. Het is mooi dat er zoveel support is en dat iedereen zo meeleeft en dat de sponsor zo meeleeft en dat we een hele gaaf ploeg hebben. Want die jongens die er nu staan, die kunnen het ook hoor. Die kunnen het ook makkelijk doen. Maar het is wel leuk om eens een keer echt gas te geven. Weer een wat drukke tier over. Ik heb er heel veel zin in. Waarheid. Ja, ze maken in ieder geval lawaai. Ja, dankjewel. Yeah. Ja, ik gleed weg met mijn rechtervoet, dus ik gleed naar de zijkant toe. Ik kon niet meer tegenhouden. Ja, ik besef meteen dat het klaar was voor die rit. Wat ik niet besef is dat ik de tweede rit niet mag rijden. Dus dat hoorde ik net pas. En ik dacht, een mooie revanche tweede keer. Proberen alles erin te leggen. En nu is het klaar. Hoe stond jij hier nou aan de start? Nerveus. Vanochtend was ik echt heel erg nerveus. En, je weet dat je mee gaat doen voor de titel, want het voorseizoen was goed. Alleen, ja, het kan ook, je moet wel goed rijden, want je kan ook de World Cups missen. En dan ben je tot januari ben je klaar. Hein, gunt het mij, tenminste ga ik vanuit. En ik had het Hein ook gegund, maar dat is wel, dat neemt ook een stuk spanning weg als je dat met elkaar kan doen. En ja, dat was eigenlijk best wel gaaf, zo'n laatste rit tegen Hein rijden. We hebben enorm hoog niveau en Michel heeft het ook laten zien met 2x34, dus dat nooit vertoond op een 1K. Ja, dat kan ik alleen maar beamen dat we goed bezig zijn. En als ik naar mezelf kijk, heb ik gewoon hele goede dingen laten zien. De eerste keer het rondje, de tweede keer de opening. Nou ja, voeg dat samen en ik rijd ook een 34. Hè? Ik had er nog maar 2 gereden hier. Was natuurlijk vorig jaar met WK. Met die geweldige afsluiting toen, 34-6. Maar dit was voor zo'n begin van het seizoen echt gewoon genieten. Hoe lekker is dit? Ja, het is best wel lekker, ja. Ja. Nou, met name wegens gisteren. Gisteren was gewoon een off day, een slechte dag. En het is, dan rij je om 5 uur in 1500 en om 1:30 de volgende dag rij je weer 1000. Dus het is weinig tijd om te herstellen, maar gelukkig net tijd genoeg. Ik kan me voorstellen om mezelf een goed cadeau te doen en zilveren plak. Dus. Ja, het hele weekend eigenlijk super rap. Ja, zeker. Tweede podium dit weekend. 500 en 1000 bij de wereldbekers. En ik had goede, stabiele 500 meters in, op vrijdag. Dus daar ben ik gewoon heel tevreden over. En zeker nu dat ik het goed afgemaakt heb. En heb laten zien dat ik gewoon een goede sprinter ben. En op het podium thuis hoor. Ja, onze kanonnen Hein en Michel, die hebben het zonder meer waargemaakt. En sponsor kun je niks meer wensen. Wat een mooie dag ook met het hele team van Beslist waar we hier. Dat was ook gelijk een bedrijfsuitje. Ja, dat was voor iedereen natuurlijk een unieke ervaring. Want
toch weer wat anders dan met z'n allen een potje gaan bowlen of zo, weet je wel. Ja, je eigen team aanmoedigen en ze winnen ook nog. Super deluxe. Nou ja, top. Ja. Nou, we hebben een mooie fles voor je bier. Dit is champagne.